2016 was een uitstekend jaar voor AG Insurance. Onze winst is ten opzichte van 2015 nog licht toegenomen. Maar daarbij moeten we natuurlijk rekening houden dat 2016 een veel moeilijker jaar was dan 2015. Ik denk daarbij aan het effect van de aanslagen, de overstromingen en de aanhoudend lage rente. In de levensverzekeringen zien we dat ons incasso zelfs nog is toegenomen. En door het feit dat enkele marktspelers terugtreden uit deze markt, is ons marktaandeel met maar liefst 4% toegenomen. In niet-leven zijn we in de tweede helft van 2016 opnieuw teruggekeerd naar groei. En dit nadat we de voorbije jaren vooral hebben gefocust op de rendabiliteit. Maar tijdens moeilijke jaren komen de sterktes van AG Insurance het best tot uiting. We zijn een dynamisch, veerkrachtig, goed gediversifieerd bedrijf dat kan beschikken over verschillende winstbronnen. Bovendien hebben we goede kostenratio's, bij de beste kostenratio's van de markt, waardoor we ook kunnen blijven investeren in de toekomst. Want onze sector heeft nood aan heel wat innovatie. Het premieinkomen in de verzekeringen niet leven is nagenoeg stabiel gebleven. De lichte daling in de verzekeringen arbeidsongevallen en hospitalisatie werd goed gemaakt door een mooie vooruitgang in de segmenten woning en auto. Het bedrijfsresultaat van AG Insurance in niet-leven daalde lichtjes, onder invloed van een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals de terreuraanslagen van maart en de zware overstromingen in mei en juni. Zo bedroeg de financiële impact van de terreuraanslagen alleen al bijna 40 miljoen euro. De combined ratio, dit wil zeggen de verhouding tussen de kosten en uitgaven van een verzekeraar en de premies die hij int, bedraagt 96% eind 2016. Een uitstekend resultaat dat de structurele kwaliteit van de portefeuille niet leven aantoont. In de levensverzekeringen kende het premieinkomen een groei van 10%. Vooral in de verzekeringen met gewaarborgde rentevoet, de zogenaamde TAC 21. Een mooie vooruitgang, ondanks de aanhoudend lage interestvoeten. In groepsverzekeringen bleef het incasso nagenoeg stabiel in een moeilijke en onzekere markt. Ondanks de aantrekkelijke rendementen tekenen de TAC 23-producten een daling op in vergelijking met 2015. Het geheel van activa die AG Insurance beheert voor zijn klant in levensverzekeringen groeide met 5% tot bijna 60 miljard euro. Door zijn gezond financieel en commercieel beheer is AG Insurance erin geslaagd om een licht hoger totaal netto-resultaat te behalen dan in 2015. De solvabiliteitsratio tot slot bedroeg eind 2016 207%, wat wijst op een sterke kapitaalbuffer en een extra zekerheid voor onze klanten. De goede resultaten van AG Insurance hebben we te danken aan de inzet en de expertise van onze medewerkers en ook onze distributiepartners. We merken dat in 2016 onze distributiepartners ook nog steeds hun aanwezigheid in de markt versterken. Door onze goede financiële basis zullen we ook de onzekerheden uit de financiële markten in 2017 kunnen opvangen. 2017 wordt voor ons opnieuw een boeiend en uitdagend jaar.